Bloedingen zijn soms lastig te adresseren. Dit heeft tot op de dag van vandaag nog ernstige gevolgen, zoals langdurige ziekenhuisopnames, hoge kosten en sterfte. Get Technologies heeft een synthetisch platform ontwikkeld van hemostatische producten met sealingcapaciteiten. Geert van Ganzenwinkel vertelt ons hier meer over. Hemostat zijn producten die ontworpen zijn om het natuurlijke stollingsproces dat bestaat in het lichaam te versnellen. Eigenlijk om op een hele snelle en efficiënte manier bloedingen te stoppen. Sealants zijn producten die ontwikkeld zijn om bepaalde vloeistoffen of lucht binnen het lichaam te houden. Dus urine voor de nieren, gal voor de galblaas, pancreasvocht en lucht in het geval van de longen. Dit soort producten kunnen gebruikt worden op allerlei soorten bloedingen die in het lichaam kunnen ontstaan. Wat je vaak ziet is dat ze in eerste instantie gebruikt worden voor leveroperaties. Maar er zijn ook heel erg veel andere toepassingen. Milt, alvleesklier, vetweefsel, spiermassa, longen, hart, vaten, orthopedische toepassingen. Eigenlijk alle soorten bloedingen die maar in het lichaam kunnen bestaan. Het toepassen van hemostatische producten voor chirurgen is dat ze tijdens de operatie een bloeding die op andere manieren niet gestelpt kan worden, dat die bloeding kan worden gestelpt. En dat de voortgang van de operatie ook beter is en de chirurg zonder problemen de operatie kan afmaken. Voor patiënten betekent eigenlijk hoe minder bloedverlies, hoe beter het is voor het herstel na de operatie en hoe minder complicaties je eigenlijk krijgt na de operatie. In de praktijk, als je een bloeding hebt, beoordeel je, kan ik het met andere manieren nog oplossen. Als dat niet zo is, dan gebruik je zo'n product. De meeste producten moet je aandrukken, dus die haal je uit de verpakking. En dan hangt het een beetje af van het type product, hoe lang je moet drukken. Soms tot 3 minuten voordat de bloedstolling op gang gekomen is.